Nou, het idee om deze woning hier te plaatsen komt oorspronkelijk van de coöperaties, de woningcoöperaties uit Nijmegen. Die lopen natuurlijk tegenaan dat ze zien dat er een enorm tekort is aan betaalbare woningen, aan huurwoningen. En toen hebben ze eigenlijk bedacht, ja, wij kunnen dit ook met modulair bouwen eigenlijk makkelijker voor elkaar krijgen. En toen hebben ze de samenwerking gezocht met de gemeente Nijmegen. En toen heeft de gemeente Nijmegen samen met de coöperaties deze plek ter beschikking gesteld. En hier worden de komende maanden die woningen geplaatst. Het belangrijkste doel van NDW 21 is natuurlijk het huisvesten van mensen op korte termijn en betaalbaar. Maar natuurlijk tegelijkertijd ook een heel prettige manier van wonen. Het grote voordeel van deze woningen is dat ze heel makkelijk verplaatst kunnen worden. Ze kunnen opgetild worden en als ze na 15 of 20 jaar weg moeten, omdat we hier andere plannen hebben, kunnen ze eigenlijk oppakken en op een andere plek neerzetten. Dat is eigenlijk de flexkant van deze woningen. De mensen die echt dringend op een woning zitten te wachten, dat zijn vooral de mensen die starten op de woningmarkt, de jonge mensen. En we hebben ook gezien dat er ook vooral heel veel belangstelling is voor mensen die zeg maar rond de 30 jaar oud zijn. En varieert van 1-2 persoons huishoudens en soms ook met kinderen. Maar vooral jonge mensen die net aan de wooncarrière beginnen. We zijn op deze locatie ook heel erg aan het zoeken om er een aantrekkelijke locatie voor te maken voor ondernemers, voor cultuurmensen. Dus er komt hier ook een ontmoetingsruimte. En dat betekent dat de bewoners hier naar die ontmoetingsruimte toe kunnen gaan. Maar er wordt ook nagedacht om hier nog een aantal plekken te maken waar ondernemers of cultuurmensen eigenlijk rondom ateliers kleur geven aan deze plek.